Hi Christa. Hi. Wanneer is er sprake van een verborgen gebrek bij het kopen van een huis? Ja, dat is een lastigere vraag. Want het is niet zomaar zo dat ieder gebrek dat je na overdracht ontdekt ook een verborgen gebrek is. Sommige gebreken kun je namelijk voor de koop al ontdekken. En als koper zijnde heb je ook een onderzoeksplicht. Dat betekent dat je de woning goed moet onderzoeken voordat je tot koop overgaat. En ik adviseer daar ook altijd een bouwkundig expert voor in te schakelen. Ontdek je dan gebreken, dan kun je daar achteraf de verkoper niet meer voor aanspreken. Okay. Wel kun je er voordeel mee doen bij de onderhandeling. En de verkoper, heeft hij geen plichten? Nou, een verkoper heeft een meldingsplicht. Gebreken waarvan hij op de hoogte is, die moet hij jou als koper vertellen. Oh, dat is helder. En wanneer kan ik hem dan aansprakelijk stellen? Nou, er zijn twee situaties waarin je een verkoper aansprakelijk kunt stellen. De eerste, als een verkoper het gebrek geweten heeft, maar dat jou als koper niet verteld heeft. Mm-hmm. En de tweede, als een gebrek zo ernstig is dat het een normaal gebruik van de woning in de weg staat. Best ingewikkeld allemaal. Kan je er een paar noemen? Ja, je kunt denken aan lekkages, houtworm, boktor, asbest of sterk vervuilde grond. Okay, duidelijk. En wat kan ik dan het beste doen? Ja, check vooral ook je koopovereenkomst. Ja. En daar willen soms ook nog wel eens regels in staan die de aansprakelijkheid van een verkoper beperken. Goed punt. Wat is de volgende stap? Als je gebrek ontdekt, stel de verkoper dan daar binnen redelijke termijn van op de hoogte. Mm-hmm. In principe is een redelijke termijn 2 maanden. Kijk of dat je samen met een verkoper tot een oplossing kunt komen. Maak je afspraken, leg die dan vooral schriftelijk vast. En wat als hij dan niet reageert? Als hij niet reageert, dan stuur je een brief, een ingebrekenstelling. Dat is een brief waarin je verkoper een termijn geeft waarbinnen hij het gebrek zelf kan herstellen. Ja. Geef hem daarbij ook aan dat als hij dat niet doet, dat je het gebrek zelf gaat herstellen en de kosten op hem gaat verhalen. Laat deze ingebrekenstelling opstellen door onze juridisch specialisten. Dan weet je zeker dat hij voldoet aan alle juridische eisen. Maar wat als er dan nog niks gebeurt? Nou, als laatste optie kun je altijd naar de rechter stappen. Okay. Let er wel op dat je dat dan moet doen binnen 2 jaar nadat je melding gemaakt hebt van het gebrek aan een verkoper. En neem dan vooral ook weer contact met ons op. Wij kunnen je daarmee verder helpen. Okay. Bedankt Christa. Heel graag gedaan. Wil je meer weten over verborgen gebreken? Ga dan naar das.nl/wonen.